Hallo, dit zijn de kaartjes voor de vissen, voor jullie. Welkom allemaal. De engelen tarot ligt er, dus we gaan gewoon kijken voor jullie, lieve vissen. Fijn dat jullie er zijn. Oké, dit is het kaartje van 7 van bekers, dat is de basissituatie. Er is een moeilijke beslissing. Je moet even wat meer research doen. Je moet even rust nemen daarvoor. Er is een belangrijk ding ook met betrekking tot je gevoel. Nou, de reading zal het wel duidelijk maken wat het allemaal verder is. Oh, hier ligt dan 10 van bekers. En dat 10 van bekers is, dan heb je gewoon een heel fijn familieleven. Je emotionele en materiële waarden zijn allemaal goed. En je hebt fijne vrienden. Dus dat eigenlijk is de hele situatie dus positief. Maar er is iets waar je nog even mee bezig moet. Gaan we even kijken wat er onbewust is. 2 van staven. En dat is dus weer over die financiën. Nieuwe partnership of contracten. Maar je komt tot jezelf, weet je wel. Je moet het zelf toch eigenlijk doen. Maar je wil steeds naar voren. Je wil steeds naar de toekomst toe. Maar je mag toch echt je eigen weg lopen, zeg maar. Iedere van ons, hè, hebben ons eigen pad. Ook al heb je dan die family life. 7 van pentagrammen. Sta op voor je ideeën en beslissingen. Kom op voor jezelf. Verdedig je ook. En kies je... Choose your battles wisely, zeggen ze dan in het Engels. Hè? Dus als je een keer een meningsverschil hebt, kijk met wie je dat doet. Dus, maar het gaat er vooral om, je bent in het begin, moet je goed voor jezelf opkomen. En op je strepen staan, zeg maar. Ik kan even kijken waar ze even... Oké, voor persoonlijke waarden. Ja, je moet voor je persoonlijke waarden opkomen. Heel mooi. En de 2 van pentagrammen. Zeg ik nou goed? Ja. Aarde is pentagrammen. Er gaat eigenlijk heel veel tegelijk. Is er. Je moet een beslissing nemen. Maar misschien moet je het met een speelse manier aanpakken. En niet te veel... moeilijk doen. He, dus die beslissing nemen, moet je misschien een beetje afstand van nemen. En gewoon op een soort van kinderlijke, vrolijke manier mee omgaan. En dan zal je waarschijnlijk die beslissing makkelijker kunnen nemen. Je kan ook even met bomen connecten of in de natuur opzoeken, hè? Want dan kan je daar die kracht weer krijgen. Oké, hier komt dan nog de koningin van bekers. Zij is heel zacht van hart, empathisch, loving en patient. Relaties gaan naar een nieuw level. Vertrouw je intuïtie en zorg goed voor jezelf en anderen. Dus nou, dat is heel mooi. Dus de toekomst is gelijk ook al heel positief, hè? Dus in het nu, in juli, hè? Gewoon in die tijd, in juli, ga je gewoon die beslissing nemen door een joyvolle manier met dingen om te gaan. Om maar vooruit te gaan, hè? Gaan we even kijken, de ik. Oh, de 7 van R. Plans that need revision. Oké, more going on than the eye. Oké.
Je moet wel over dingen nadenken voordat je beslissingen neemt. Nou, dat is, speelt eigenlijk ook allemaal. En zeven van lucht. Zeven van zwaarden. Oké. Okay. En zeven van zwaarden is ook wel. Dat ik die zo nog even aan je uit ga leggen. Want zeven van zwaarden. Die hebben dus met verwerving te maken. Dus je gaat toch iets nieuws leren. Dat je toch even dingen daarachter kan zien. Dus iemand is ook misschien is er wel meer bezig dan dat je zelf ziet. Hè? Dus dat is belangrijk. Oké, en dan komt de 3 van zwaarden. En dat betekent, ja, de omgeving ziet dat jij wel veel verdriet hebt. Neem tijd om te helen. Vergeef anderen. Dus dat zegt dat is de invloed van anderen. Jij wil graag ambitieus, charismatisch zijn, met mooie ideeën, maar met een echte focus. Communicatie met visie en een leider zijn. Dus jij wil graag die leider zijn. Hè? Een charismatische leider met ambitie en idealen. Die anderen kan motiveren ook. En wat is de uitkomst? Oh, wauw. Ah, de zegenwagen. Met Artemie, Metatron. Je hebt iets bereikt. Zelfdiscipline en kracht voor jezelf. Maar dat anderen ook zien dat jij dat wel kan. Dus die queen die is hier al. En als je gaat er dus doorheen komen. Je kan die beslissing dus nemen. En als je dus geadviseerd wordt wat er komt. Dan ga je het helemaal bereiken. Dus... Lieve vissen, ik wens jullie een mooie transitie toe. Kan ik je ergens mee helpen? Laat het me weten. En anders wens ik jullie heel veel licht en liefde. En tot volgende maand. Dag!